zitten verstoorde schoonheidswedstrijden. Oh, ja. Ja. Dat vonden ze ook niet natuurlijk. En damesbladen, ja. Hadden ze ook niks mee. Ik weet niet of er 50 jaar of wij dat meemaken, denk ik niet. Het zorgende blijft toch meer in vrouwen zitten dan in een man, denk ik. Okay. Ja. Ja, dan denk je, krijgt Jerry van dan nog gelijk. U doet de lezing over de jaren 60, 70. Wat vindt u verbeteringen nu in 2019 ten opzichte van toen? Het belangrijkste, een van de belangrijke dingen is dat vrouwen meer mogelijkheden hebben om te participeren in de maatschappij. En dat ze ook als ze kinderen hebben, die er niet altijd per se 24 uur voor klaar moeten staan. En wat ook een belangrijk aspect is, is dat de mannen en jongens ook meer doen in het huishouden en zich daar meer verantwoordelijk voor voelen. U had het de straks in uw lezing over mensen die anders geaard zijn. De emancipatie wordt niet vaak geassocieerd met de man. Zou u dat een beetje toe kunnen lichten? Nou, emancipatie is emancipatie. Dus dat is bevrijding en jezelf kunnen zijn. En dat geldt natuurlijk ook voor homofiele mannen en voor lesbische vrouwen. En op het ogenblik heb je dus ook veel die mensen die transgender zijn. Ja, die moeten ook kennelijk zichzelf kunnen zijn. En dat is allemaal emancipatie. Heeft niet zoveel met vrouwen te maken. De lezing over het feminisme, dus over het vrouw zelf. Er zijn nog plaatsen waar het feminisme nog niet echt en de emancipatie nog niet echt doorgedrongen is. Kunt u dat een beetje toelichten? Ja, er zijn natuurlijk veel plaatsen waar het niet doorgedrongen is. Met name in mensen van allochtone afkomst. Daar zijn een hele groepen die nog heel traditioneel zijn. En die ook niet als vrouw werken. En ja, dat is hun cultuur. En ik hoop met 2 of 3 generaties dat ze ook zich aanpassen aan onze cultuur. U organiseert hier bij Huis van Katoen altijd speciale dingen. Vertel eens. Ja, dat klopt. Vanuit de OVA, dat is de ouderenvereniging Almelo, organiseren we de laatste vrijdagmorgen van de maand een activiteit. En dat kan heel verschillend zijn. Dat kan een lezing zijn, het kan iets creatiefs zijn. En na afloop eten we altijd met elkaar, heel eenvoudig, een broodmaaltijd. En wat we daar eigenlijk mee willen beogen is een stukje informatie naar mensen toe, maar ook ontmoeting en gezelligheid.